Een duurzaam circulair productiesysteem gaat over het sluiten van kringlopen in de landbouw. Daarmee beoogt het een oplossing te bieden aan heel veel problemen in de landbouw. Zoals bodemvruchtbaarheid, vermindering van biodiversiteit, schaarste aan grondstoffen, verspilling en veel milieuproblemen. Mijn naam is Katrien Termeer. Ik ben hoogleraar bestuurskunde aan Wageningen Universiteit. Ik onderzoek hoe overheden en andere partijen een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van complexe maatschappelijke problemen. Kringlooplandbouw klinkt eenvoudig, maar is uiteindelijk een ingewikkelde en ingrijpende verandering in het landbouwsysteem. Het gaat namelijk over nieuwe technologieën, nieuwe verdienmodellen, nieuwe samenwerkingen, nieuwe wetten, etc. De vraag begon eigenlijk, wat zijn nou de theorieën over transitie? En heb ik aangegeven dat ambities van beleidsmakers altijd heel hoog zijn. Hè? Ze willen het snel, ze willen het diepgaand en grootschalig. En de theorie zegt eigenlijk, dat kan niet alle drie tegelijk. Nou, in plaats daarvan hebben wij dus als alternatief het idee van small wins ontwikkeld. En dat betekent eigenlijk het realiseren van transities door middel van kleine, maar betekenisvolle stapjes. En ik heb in mijn paper aangegeven wat concrete handelingsperspectieven zijn om dat te realiseren. Nou, een van die handelingsperspectieven is dat je soms ook blokkades en taboes moet doorbreken. Nou, daar ging een heftige discussie over in de Tweede Kamer. Vooral toen ik aangaf dat één van de mogelijke taboes ook de grootte van de veestapel is. Hoe gaat die kringloop zich sluiten? Mm-hmm. En al die taboes, die snap ik wel, maar daar wil ik helemaal niks over horen. Mm-hmm. Misschien dat het taboes zijn, dat zou... Ja, nee, maar ja. Dat snap ik. Nou, ik merk dat het idee van small wins veel enthousiasme oproept. Vooral ook bij innovatieve ondernemers. Ook zie ik dat sommige Kamerleden het al gebruiken, woorden ervan. En ook in beleidsdocumenten zie je dat woorden terugkomen. De risico met een volgend kabinet is dat ze denken, oh, dat is de visie van minister Schouten. En dat hij in een laadje verdwijnt. De uitdaging is dus om nu al na te denken, hoe kun je het borgen dat volgende kabinetten daarmee doorgaan?